op Sportpark De Blauwe Kei dit jaar voor de 44ste keer een internationaal voetbaltoernooi. We zijn hier nu bij het paastoernooi van Baronie. Kunt u daar misschien wat over meer vertellen? Ja, dus voor de 44ste keer dat het paastoernooi georganiseerd wordt bij Baronie. Zoals al heel veel jaren is het een internationaal toernooi en doen altijd heel veel profploegen aan mee. Zoals, kunt u voorbeelden noemen? Ja, uiteraard NAC Breda doet mee. FC Dordrecht die vandaag gelukkig ook erbij is gekomen. Op het laatste moment hadden we nog een afvaller deze week en Dordrecht was bereid om bij te springen. En uit België hebben we bijvoorbeeld Waasland Beveren, we hebben Kortrijk. Uit Engeland hebben we Millwall en Southend United. Oké, en hoe lang doet u zelf al deze evenementen organiseren? Dat ik mag assisteren bij het toernooi is, ik denk het zesde jaar of zo. Je bent het enige meisje op het toernooi. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het leuk, maar ik voel me niet echt als een meisje. Ik speel in een jongensteam en zolang ik mee kan, voel ik me gewoon eigenlijk als een jongen op het veld. Hoe lang speel je al met de jongens? Heb je altijd al met jongens gespeeld? Of, Ja, ik speel altijd al tussen de jongens. Ik ben om mijn zesde begonnen met voetbal en toen speelde ik al meteen tussen de jongens. De aankomende vrouwen-EK komt eraan. Wat vind je daarvan? Ik vind het prachtig dat het toernooi, het EK, dit jaar in Nederland is. En dat is mooi voor het vrouwenvoetbal. Okay, now let's get moving again. Come on, nice little few little movements. Nice and easy, nice and slowly, nice and... Breda Nu. Je weet het meteen.